Hoi en welkom weer bij een nieuwe video van MakePassim. Vandaag ga ik je vertellen hoe je deze onderzetter haakt. Het patroontje is zo denk ik wat lastig te zien met dat glittergaren. Met die zilver en die rode. Maar hij is echt super super leuk. Deze met een haaknaald in een halve maat groter. En zie het verschil. Nee? In de video laat ik ook nog een witte zien. Maar die is op een mysterieuze wijze verdwenen. Ik kon hem nergens meer vinden. Dus ik dacht, nou, ik heb nog een andere. Dus leg ik die daar even bij. Maar ik kan net zo goed even aan de kant leggen, zodat je alleen deze twee ziet. Pakketten zijn te koop bij DCG van Sieraden en zo.nl. Alle informatie betreffende het garen vind je in de volgende clip. En voor nu zeg ik gewoon lekker geniet! Voor deze tutorial heb je het volgende nodig. Dat is een bolletje garen en dit is de opal van Stanley. Het is een garen met een glittertje erin. En zoals je ziet, het is niet meer een hele bol. Ik heb inmiddels allerlei dingen gemaakt. En die heb je waarschijnlijk ook voor een groot deel allemaal al gezien. Dit is zo'n beetje het laatste dat ik nog over had. Ik ben nog met een projectje bezig, maar die is nog niet helemaal klaar. En ik kan het label ook niet meer vinden, maar ik kan je vertellen, de Stanley Opal, dat is een bolletje van normaal gesproken 150 meter, 50 gram. Het is 85% katoen en 15% lurex. Het is een soft cotton garen. En met een glittertje erin, hartstikke leuk voor de feestdagen. Je kan dit natuurlijk ook kopen, maar dan zonder glittertje. Dan heet het de Stanley Baby Cotton Candy. En dan zit er 10 meter meer op een bolletje. En is allemaal verkrijgbaar bij DCR van Sieraden en zo.nl. Je kan eventueel ook ander katoen gebruiken. Dan moet je even op het aantal meters letten. Ik ga je in ieder geval hier beneden in de beschrijving van de video het aantal meters per onderzetter laten weten. En dat doe ik ook in twee verschillende maten. Want ik heb bijvoorbeeld al met hetzelfde garen, maar dan in een andere kleur. Dit is dan rood met zilver. En ik heb er nog één, maar die kan ik nu niet hier liggen. Dit is wit met zilver, ook verkrijgbaar bij DCR. Deze heb ik gehaakt met een 3,5 mm haaknaald. En ik ben nu begonnen met een 2,5 mm haaknaald. Nou. Dus je moet zelf even voor jezelf kijken of je een 3,5 of een 2,5 pakt. Pak je een 3,5 wordt je onderzetter wat slapper. Maar hij wordt wel groter. Dan met een 2,5. Dus ja, in deze video zul je mij de laatste twee toeren zien haken met dit garen. Of met deze haaknaald, met dit garen. Maar ja, sowieso met dit garen, maar met deze haaknaald. Terwijl de toeren of de rondes ervoor zie je mij haken met deze haaknaald. Laat je niet misleiden. Ik gebruik in de video, de hele video, gebruik ik dezelfde maat. Alleen het eerste stuk heb ik al gefilmd voor de placemat. Dus dat stukje video heb ik gewoon gebruikt. En daarom zie je me haken met een andere maat haaknaald. Maar ik zal het je laten zien. Ik ben inmiddels zover dat ik de eerste 5 toeren gehaakt heb. Kijk, en ik ga zo meteen van dit laatste beetje. Dat ga ik echt niet allemaal nodig hebben. Ga ik de laatste 2 toeren haken. En die haak ik gewoon met deze. Dus dan heb ik dat van vooraf maar gezegd. Je ziet me inderdaad met 2 naalden haken. Maar zorg ervoor dat je de hele onderzetter haakt met 1 maat haaknaald. Ik doe dit alleen maar zodat ik je straks het verschil kan laten zien. En waarschijnlijk heb ik dat aan het begin van de video al gedaan. Maar dat neem ik altijd als allerlaatste op. Dan weet je dat. Dus de haaknaald 3,5, 2,5, 3 kan ook wat je wil. Een schaartje. Je kan een steekmarkeerder gebruiken. En een stopnaald om je garen weg te naaien. Dat is eigenlijk alles dat ik ga gebruiken. Dus tot in de volgende clip waarin ik je ga vertellen hoe je zeg maar de eerste 5 toeren haakt. Dat stukje knip ik dus uit een andere video. Dus je ziet me met de rode haken. Maar ik haak echt straks verder met deze. Als je met 2 kleuren werkt, begin je nu met kleur A. Ik ga beginnen met het maken van een magische ring.
Maar als je dat lastig vindt, dan kan je ook gewoon vier lossen opzetten. En die sluit je dan tot een ring met een halve vaste in de eerste losse. Maar ik ga een magische ring maken. Dat doe ik door de draad schuin over mijn hand heen te leggen. Aan de achterkant recht naar beneden te trekken. Aan de voorkant maak ik een kruis en aan de achterkant trek ik hem recht naar beneden. Wil je dit graag langzaam zien? Ik heb daar een aparte tutorial van en daar zal ik hier ergens even een linkje voor plaatsen. Dan zet je je duim op het kruis, je draait je werk om, je pakt je haaknaald met de haak naar beneden, je gaat onder de eerste door, je pakt de tweede draad met de haak naar beneden, die trek je hier onderdoor en dan draai je je naald omhoog, dus de punt omhoog. Dan heb je dus een lusje op je haaknaald. Dan ga je met je haak onder de eerste door, hier onder die eerste draad. En die draad pak je op en die trek je door je lus. En dan heb je dus een magische ring. Oké, hier is je magische ring. Je hebt je magische ring vastgezet met één losse. Maar heb je nu bijvoorbeeld vastgezet, zeg maar, of een ringetje gemaakt met losse en die vastgezet met een vaste? Halve vaste, sorry. Dan haak je drie lossen. Maar omdat ik al één losse heb, haak ik er nu twee. En bij elkaar zijn dat dan drie lossen. En die drie lossen die tellen als je eerste stokje. Nu haak je in de magische ring hier, haak je er nog 19 stokjes bij. Omslaan, insteken in je ring, de draad ophalen, omslaan. Onder twee lussen door, omslaan, onder twee lussen door. Dan heb je dus twee stokjes gehaakt. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, onder twee door, omslaan, onder twee door. Dat zijn er drie. Je hebt in totaal 20 stokjes nodig. En dan tel je dus de drie lossen die je gedaan hebt mee. En dit blijf je dus doen totdat je er 20 hebt. En dan zie je mij weer terug aan het eind van de ronde. Oké, ik heb 20 stokjes. Wat je dan doet, is dan trek je aan deze begindraad. En dan zie je dat de ronde zich sluit. Ik moet mijn Engelstalige video nog maken. Dus ik ga even over naar de andere kant. Maar trek hier aan en zorg dat het gaatje kleiner wordt. Ja? Dus aan de begindraad, hè? Niet aan je werkdraad, maar aan die. Nou, en als je dat dan gedaan hebt, dan zie je dat de cirkel gesloten is en dat het gaatje nog maar heel klein is. We gaan deze ronde afsluiten door middel van een halve vaste in de derde los aan het begin van de ronde. Dus 1, 2, 3. Daar steek je je naald in, je haalt je draad op en die trek je door de lus op je haaknaald. Dat is het einde van ronde nummer 1. Ronde nummer 2. Vier lossen. 1, 2, 3, 4. En we doen vier lossen omdat het staat voor het eerste stokje plus 1 lossen. En dan gaan we beginnen aan de herhaling voor deze ronde. En dat is 1 stokje in de volgende steek en 1 lossen. Goed kijken, dit zijn de drie lossen van de vorige toer. En dan is dit... Kan een beetje verscholen zitten, maar dat is dit je volgende steek. En daar steek je onder de twee lusjes door. Je slaat eerst de draad om de naald. Dan steek je onder de twee lusjes door. Je haalt je draad op. Omslaan. Onder twee door. Omslaan. Onder twee door. Eén lossen. En dat is de herhaling voor deze toer. Volgende steek. Insteken. Draad ophalen. Insteken, draad ophalen, omslaan onder twee door, omslaan onder twee door. Oké. En één lossen. Dus een stokje in de volgende steek, gevolgd door een losse. En dat doe je totdat je helemaal rond bent. En dan zou je 20 stokjes moeten hebben en 20 één losse ruimtes. Aan het eind van de ronde lijkt het net alsof er hier nog een steek zit.
Maar dit is de halve vaste waarmee je de vorige ronde gesloten hebt. Tel je steken maar eens na. Dan zul je zien dat je hier, als je deze meetelt, 20 stokjes hebt gedaan met daartussen en 1 losse. Vergeet dus niet na je laatste stokje nog die ene losse te doen. Sluit nu je ronde af met een halve vaste in de derde losse aan het begin van de ronde. Je wil even onder 2 lusjes doorzien. Ja. Hoppa. Dat hebben we gedaan. Dan gaan we naar ronde nummer 3. Haak 1 losse. En haak nu een half stokje in dezelfde steek. En in alle steken rondom. Dus ook in de losse openingen. Dus omslaan. En dan in die derde losse hier weer opnieuw insteken. Draad ophalen. Omslaan en door alle 3 de lussen op je haaknaald. Ik vind het handig om in die eerste steek een steekmarkeerder te zetten. En zo. En die steek je dan, hoppakee, zo in. Onder de 2 lusjes van je eerste steek. En dan de volgende is een losse opening. Dus omslaan, insteken, draad ophalen. Omslaan onder 3 lussen door. De tweede. Omslaan, insteken, draad ophalen. Omslaan onder 3 lussen door. Dus om en om in een steek en in een losse opening een half stokje haken. En handig is om gewoon mee te tellen. Want dan weet je zeker dat je straks aan het einde 20 half stokjes gehaakt hebt. En je ziet dat je kan gewoon eventueel, als je dat mooier vindt, gewoon in de steek haken, in de losse. Maar dat is echt een heel gedoe. Dus ik steek gewoon in de losse ruimte in. Net zo mooi. Ja, ik zie je weer als ik 20 half stokjes gedaan heb. Zei ik nou net dat je aan het einde van de ronde 20 half stokjes moest hebben? Zie, dat zijn er 40. 40 halve stokjes. Ja, nobody's perfect. Niemand is perfect. Ook ik niet. Tot zo. Aan het eind van de ronde heb je dus 40 halve stokjes. Dan haal je de steekmarkeerder uit je eerste steek en daar steek je onder 2 lusjes door in. Je haalt je draad op en die trek je direct door de lus op je haaknaald. Dus je hebt nu 40 halve stokjes en de toer afgesloten met een halve vaste. En dan ziet het er zo uit. Dan gaan we verder met ronde nummer 4. Haak 1 losse. En haak nu in de eerste steek, dat is dus waar je de vorige ronde gesloten hebt, een vaste en een losse. Even vertellen hoe vaste gaat. Een vaste gaat door in te steken, het draad op te halen. Als je niet blijft haken in het glitterdraadje, insteken, draad ophalen. Omslaan door 2 heen en dan 1 losse. Dit vervangt de 3 losse aan het begin van de ronde. Ik wilde dat graag eens uitproberen in mijn niveau, met jullie samen uitproberen. Ik heb het wel eens vaker gedaan. Ik vind het best wel een mooie manier om een stokje te vervangen. Dus een vaste en een losse. Vind je dat lastig? Zeg je nou, dat ga ik allemaal niet doen. Dat vind ik helemaal niks. Geen probleem. Dan doe je het niet. En dan haak je gewoon 3 lossen. Ik zet mijn steekmarkeerder in de losse die ik net gedaan heb. Want dat is de bovenkant van mijn steek. Dan haak ik in dezelfde steek nog 1 stokje erbij. Dus precies daar in dezelfde steek nog een stokje erbij. Moet ik wel even al het gaatje meenemen. Nou, dit wordt geprutst. Ik doe hem even over. Omslaan, insteken, onder 2 lussen door, draad ophalen. Omslaan, onder 2, omslaan, onder 2. Dan heb je dus 2 stokjes gehaakt.
gevolgd door 1 losse. Je slaat 1 steek over en in de volgende doe je 2 stokjes. 1, 2 en een losse. En 1 overslaan. En dat is de herhaling voor deze ronde. 2 stokjes in 1 steek. 1 lossen, 1 overslaan. 2 stokjes in 1 steek. 1, 2. 1 lossen en 1 overslaan. En dat doe je totdat je aan het eind van de ronde bent. En dan kom ik bij je terug en dan vertel ik je hoe we de ronde gaan afsluiten. En hoe we ronde 5 gaan haken. Aan het eind van de ronde heb je nog 1 steek over. Want laat je niet in de bar brengen door dat kleine lusje hier. Hè? Dat heb ik al eerder verteld. Dat is de halve vaste van de vorige ronde. Als het goed is heb je nu 40 stokjes en 20 losse ruimtes. Haal je steekmarkeerder eruit en let op, want die steekmarkeerder die zit in een losse. En in die losse, daar steek je in om de ronde af te sluiten. En dan maak je dus een halve vaste. Zo. Dit is hoe je de ronde afsluit. Ronde nummer 5. Hele makkelijke ronde weer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik moest even tellen voor de zekerheid. Ronde nummer 5 is weer een ronde waarin je halve stokjes gaat haken. 1 losse. En in dezelfde steek, dus die losse daar, maak je een half stokje. Dan pak je weer je steekmarkeerder. En die steek je bovenin de steek in. En dan haak je weer in elke steek een half stokje. En dat doe je dus ook in de losse ruimtes. Net als de vorige ronde met halve stokjes. Een half stokje in elke steek rondom. En als het goed is, heb je dan aan het einde van de ronde 60 halve stokjes. Ik vind het handig om te tellen. Ik heb geen zin om tot 60 te tellen, maar tot 3 tellen gaat prima. Dus dan doe ik in de eerste zeg ik 1, 2 en in de losse ruimte is dan 3. Zo tel ik vaak om er zeker van te zijn dat ik een voldoende steek heb. Dus misschien is het een tip voor jou. Tot aan het eind van de ronde. 60 halve stokjes verder. Haal je je steekmarkeerder eruit en maak je een halve vaste. Onder de 2 lusjes van je eerste halve stokje. En je ziet dat je cirkel mooi plat ligt na een toer met halve stokjes. Oké, ronde nummer 6. Ja, en je ziet me inderdaad met een andere haaknaald haken. Maar dit is echt allemaal met 2,5 gehaakt. Dat andere, dat was voor de placemat. Maar om jullie makkelijk te maken, en mezelf ook, dacht ik, ik gebruik dat. Maar dat heb ik allemaal al verteld, hè? Oké, we gaan een V-steek maken. En die V-steek heeft een opening van 2 lossen. We haken 3 lossen voor het eerste stokje van de V-steek. En daarna nog 2 lossen voor de 2 losse opening in de V-steek. Dan maken we een stokje in dezelfde steek. En dat maakt de V-steek af. Kijk. Dan sla je 2 steken over. En in de volgende haak je een stokje. 2 lossen. En een stokje. 2 steken overslaan. En in de volgende een stokje. 2 lossen en een stokje en je slaat weer 2 steken over. En dat herhaal je de hele ronde. Eigenlijk best een makkelijke ronde. Geniet, ik zie je hier. Aan het eind van de ronde heb je nog 2 steken over
Dan sluit je de ronde af met een halve vaste in de derde losse aan het begin van de ronde. We gaan de laatste ronde haken. 1 losse en een voorlangs reliefstokje om het eerste stokje van de V-steek. Twee stokjes in de V-steek. 1. 2. 1 losse. Twee stokjes in de V-steek. En 1 voorlangs reliefstokje om de laatste steek. Zal ik die eens langzaam doen? Omslaan. Aan de zijkant insteken. Achter de steek langs. En aan de andere zijkant omhoog. Dan sla je de draad om de naald. Die trek je eronder door. Omslaan onder 2 door. Omslaan onder 2 door. Voorlangs reliefstokje. Volgende V-steek. Voorlangs reliefstokje. 2 stokjes in de V-steek om de 2 losse opening heen. 1 losse. Twee stokjes in dezelfde losse opening van de V-steek. En een voorlangs reliefstokje. En dit herhaal je bij elke V-steek van deze ronde. En ja, hij krult een beetje op. Dat is na deze ronde voorbij. Geloof me. Ik zie je aan het eind. Ja, aan het eind van de ronde. Ik sluit de ronde af met een halve vaste in het voorlangs reliefstokje. Ik doe dan nog 1 losse. Dan knip ik de draad af. Die trek ik door. Zo. Die trek ik door. En dan naai ik allebei de draadjes aan de achterkant van mijn werk weg. Nou, dit is het verschil. Deze is gedaan met een 2,5 mm haaknaald. En ik dacht dat ik deze gedaan had met een 3,5. Maar kijk, het is maar echt een heel klein beetje verschil. Dus ik denk dat ik hem toch gedaan heb met een 3. En dat ik dan misschien deze. Maar dat is ook niet heel groot verschil, zie je dat? Dus ik denk toch echt dat ik deze met een 3 gedaan heb. En deze dan met die 2,5. Ja, ik heb het niet opgeschreven, dus ik weet het niet meer. Ik zou zeggen, probeer het uit. Ik denk persoonlijk dat ik 2,5 wel echt heel mooi vind. Ik heb hier een leuke beker. Die kan er zo op. En die kan hier ook op. Heb je iets meer ruimte, zeg maar. Zo erop. Ja. Ik zal je het verschil vertellen. Van puntje tot aan puntje. 13,5 centimeter. En deze is 12. Scheelt wel 1,5 centimeter. Ik vind ze allebei leuk eigenlijk. Ja, ik denk dat ik misschien toch wel weer die zou maken. Ik weet het niet. Ik vind ze allemaal leuk. Gewoon doen wat je leuk vindt. Allerlei verschillende maten is ook leuk. Nou, dat is het. Nou, zoals ik je aan het begin van de video ook al vertelde. De witte versie is weg. Hij is footsie, ik kan hem nergens meer vinden. Dus je moet het maar even doen met deze twee. Ik ben super blij met het resultaat. Ze zijn super leuk geworden. Ik ga zelf nog een paar maken met het Mr. Che garen. Dat Desiree ook in pakketjes verkoopt. Op haar website www.sieradenenzo.nl. En hier beneden in de beschrijving van de video vind je natuurlijk alle linkjes.
Ik hoop dat je ontzettend genoten hebt van deze video. Heb je er zelf ook wat gemaakt? Of ben je vlams te gaan maken? En heb je ze klaar? Show ze dan op onze Facebookgroep Made by Siem Headquarters. Je kan ze ook op Instagram neerzetten. Dan, als je dan Made by Siem, hashtag Made by Siem doet, dan zie ik ze ook. Of Made by Siem mag ook. Dan zie ik ze ook. En als je jouw profiel openbaar is, dan kan ik ze ook delen. Dat vind ik ook altijd super leuk om te doen. Dus ik weet gewoon niet zo goed wat ik verder nog moet zeggen. Als heel erg dankjewel dat je naar mijn video's kijkt. En ik hoop dat je er ontzettend van genoten hebt. Ik ga zo lekker de video editen. Daarna weer snel verder met de volgende. Of ik ga het editen. Ik ga het samen met Lennart doen. En hij zal het grootste gedeelte doen. Maar dat. Anyway. Dankjewel voor het kijken. En als je nog naar een van mijn andere video's gaat kijken. Of je gaat lekker shoppen. In de webshop van Desiree van Sieraden en zo. Dan zeg ik. Geniet. Dag.